Belangrijkste wijsheid? Nou, de belangrijkste wijsheid, wees jezelf. Hè? Oh, ja. Liefde is van jezelf houden. Ah. Dat is de belangrijkste. En oké, Oh, je kan er niks mee. Ik ben niet zo goed met tegeltjes, maar. Nee, oké. Okay. Maar goed, kennen we allemaal het programma? Pier kent het ook. Iedereen kent First Dates natuurlijk. We moeten toch. Kijk, waarom denk je? Dit zijn van die gênante situaties. Echt gaat dit programma natuurlijk over gênante situaties, toch? Laten we eerlijk zijn. Nou, we zitten toch een beetje te kijken van. Ja. Hoe gaat dit aflopen? Wat zijn de ongemakkelijke scènes waar jij op terugkijkt? Nou, eigenlijk... ik doe het al 9 seizoenen. En wat ik gewoon mooi vind, is... ik vind het eigenlijk niet ongemakkelijk. Ik snap dat mensen, als ze zitten te kijken... dat ze denken, hey, dat zit niet in mijn referentiekader. Mm. Ik zie nu twee mensen stunten, zoals ze dat dan zeggen. Het zijn niet mijn woorden, maar... en zo zou ik het niet doen. En dat maakt het ongemakkelijk. Oh ja, maar van de maar er zijn een legio, een hele grote groep... die zich daar wel in vinden. Ja. En dat varieert dus gewoon elke keer. Dus, het is ook een gezelschapsspel, daar is naar zitten kijken. Maar zullen we dan toch naar een voorbeeldje kijken... en dan kan jij zeggen of je dit ongemakkelijk vindt of niet? Ja, doe maar. Okay. Dat is liefde voor jou. Ja. Dat je weet dat je er voor elkaar bent. Oké. Klinkt een beetje als een goede vriendschap met een plus. Dus zul je waarschijnlijk ook wel nieuwsgierig zijn. Wat is liefde voor mij? Nou, nu je het zegt wel, ja. Dacht ik al. Nee, voor mij is het een bepaalde emotie. Je wil alles hebben van diegene, maar ook tegelijkertijd niks. Je wil gewoon samen zijn. Mm-hmm. Ja, dat je elkaar toch, dat je elkaar toch heel lief hebt, maar ook dat je elkaar vrij laat. Doe je dat? Nee. Uitzonderingen daar gelaten. Ja. Maar heb jij van al die dates die je voorbij hebt zien komen... want ik las ergens in een artikel, dat was misschien verouderd... maar 730 afspraakjes. En uiteindelijk waren dat 5 relaties geworden. Dus niet een hele hoge slag is. Vijf relaties die stand hebben gehouden. Maar ja, daarnaast ook 2 first dates baby's. Mensen zijn ook gewoon getrouwd. Wat we ook gewoon zien is dat we hebben een knop date de dater. Mocht de date niet lukken, kunnen mensen bij BNNVARA van... Hey, toeslaan. En daar komt dus ook heel wat uit. En dat vind je niet terug. Nee, dat is waar. Nou, we kennen jou natuurlijk als gastheer. Maar dat betekent ook dat het bijna lijkt alsof jij ook heel veel weet van de liefde. Ja, dat denk ik heel veel mensen. Je hebt ook een boek geschreven. Ja. Met een soort liefdeslessen. De liefde volgens Sergio. Wat is nou de liefde volgens jou, Sergio? Nou, de liefde volgens mij is heel mooi. Maar het heeft ook zijn hele donkere kant. En dat is wat ik in het boek probeer te vertellen. En hoe ik de liefde zie. En dat maakt het juist heel erg mooi. Want uiteindelijk, liefde is heel erg individueel.